Dennis van Wijk, proficiat met de zege. Hoe heb jij de wedstrijd beleefd vanavond? Ja, slechte start natuurlijk. Hè. Ik vond dat we in het spel wel goed begonnen. Maar we kregen natuurlijk een penalty tegen, die volgens mij er ook wel eentje was. Hè. De spelers worden voordien al gewaarschuwd en dan blijven ze het doen. Oké, dan worden ze daardoor gestraft. Alleen dan komen we dan weer heel erg goed terug. Misschien de eerste, misschien een lucky goal. Maar toch een paar hele goede aanvallen waarbij we toch meer dan twee hadden kunnen scoren. We kwamen snedig eruit en we hebben nooit het kopje laten hangen. Dus tweede helft een beetje de boel gecontroleerd en probeerde hier aan te prikken. Dat lukte niet zo heel erg goed, maar we kregen toch nog de beste kansen, vond ik. Dus al met al een verdiende overwinning, vind ik. Verdiende overwinning, maar de wedstrijd, laten we zeggen, verdient geen schoonheidsprijs vanavond, hè? Nou, dat lijkt me logisch. Nummer 7 tegen nummer 8. De belangen waren enorm groot. Lommel, als die wonnen, zat ze weer bij ons en bij Cerkel. Daarentegen, als wij wonnen, konden we een kloofje slaan. En alles staat natuurlijk in de teken voor die play-offs voor erin te blijven. En als je zou degraderen, dan is het al heel moeilijk zijn om terug te keren. Dus wat dat betreft was zowel van Lommel als van Leu voor OHL een hele belangrijke wedstrijd. 10 punten verschil, dat is al wat comfortabeler om die play-downs aan te vatten. Met welke ingesteldheid leef je toe naar die laatste twee wedstrijden van deze periode? Nou, we hebben alle wedstrijden proberen aan te vangen. Misschien de eerste tegen Antwerpen niet, maar oké, was ik hier nog maar 2 dagen. Maar die andere 2 wedstrijden zijn we aangevangen om te winnen. Nou, het is mislukt. Deze is dan wel gelukt. En dat zullen we ook doen tegen Cercle en tegen Union. Omdat 1 punt levert eigenlijk heel weinig op, want het wordt toch gedeeld. Dat is maar een half puntje, dat telt niet. Maar dan tegen 3 is 1,5. En dan kan misschien het moyenne naar boven uitslaan. Dus we willen zeker nog 1 van de 2 wedstrijden winnen. En hopen dat we het gaatje nog iets groter kunnen maken. Dat we toch met een comfortabele situatie tussen aanhalingstekens die play-offs kunnen beginnen.